Boom. Wij komen net uit een zeer uitgebreide speelsessie met Crimson Desert. Ja, je weet de game waarbij we op een gegeven moment helemaal lijp uit ons dak gingen bij het zien van de trailer. Kon je lijp vechten? Ja. Kon je draken vliegen? Ja. Kon je iemand fucking wrestling moves op zijn bek gooien? Ja. Alles kan. Maar dat leek een beetje te mooi om waar te zijn. Nou, en ik heb echt tot vandaag inderdaad gedacht... Zet het uit je hoofd, want het kan alleen maar tegenvallen. Zet het uit je hoofd, het kan alleen maar tegenvallen. Om alvast met de deur in huis te vallen. We hebben het net gespeeld. En grovige uurtje. We hebben... Ja, 3 kwartier tot 1 uur. Ja, ja, het viel niet tegen. Het viel zeker niet tegen. Ik moet wel zeggen, ik dacht dat het te mooi om waar te zijn zou zijn. Dus ik ging een beetje in mijn 0 verwachtingen. Maar wat hebben we gespeeld? We hebben ten eerste... een heel klein stukje verhaal meegekregen vanuit de tutorial battle. Een soort van intro dingetje. Ja, dat was echt heel klein en miniem. Dat was in een dorpje met veel vuur midden in de nacht. Best wel lijp. Sowieso, de game ziet er echt goed uit. Maar daarna zijn we echt in 3 keiharde boss battles gedoken. Speciale stukjes die ze heel even losgeknipt hebben voor uiteraard de speelsessie hier op Gamescom. En damn. Ja, we hadden een paar verschillende bossfights die eigenlijk ook een beetje allemaal een verschillende vechtstijl hanteerden. Zodat je ja, de moves die je tot je beschikking had. En dat is vrij gecompliceerd, kan ik je vertellen. Zeker, want het battlesysteem is echt diepgaand. Ja. We werden eigenlijk ook wel een beetje van tevoren gewaarschuwd. En luister jongens, dit is een game die je tientallen uren gaat spelen. Die moves die bouwen zich langzaam op gedurende de game. Hier krijgen ze allemaal tegelijkertijd, dus het kan een beetje overweldigend zijn, maar dat gaat in de base game. Het is ook niet, het was ook niet alleen een soort van, druk R2 rondje of zo, dat is een move. Nee, het is gewoon echt rondje en driehoekje tegelijk, wat betekent dat je je duim zo moet doen. Rondje en kruis tegelijk, dat zo. R3, opgevolgd door rondje en dan weer R3, doe je... Dus er zitten hele aparte sequenties in, waar je wel hele vette moves mee kan. En zoals ik zei, elke baas vraagt eigenlijk om een andere aanpak. Er was er eentje heel beefy, moet je vooral niet willen gooien, want hij gooit je keihard terug. Er was er eentje heel vlug, die kan je dan wel weer smijten. En zo was dit een goede showcase van wat je kon verwachten. Waarmee kan je de combat het best vergelijken? Ik denk Dragon's Dogma 2. Het is heel free-flowing. Ja. Je hebt niet per se een camera-lock of iets dergelijks. Je kan zelfs klauteren op beesten, precies wat we ook natuurlijk in Dragon's Dogma hebben gezien. En dat zorgt er ook wel voor dat je heel berekenend moet gaan spelen. Want het is wat minder tijd als dat je bijvoorbeeld bij Souls-like games gewend bent. Het is ook wel zo dat de moveset die wij tot onze beschikking hadden, hoorde bij een heel specifiek wapen. Want ik switchte op een gegeven moment per ongeluk van wapen. Ja. En toen ben ik echt 5 keer op elkaar dood gegaan. Want het was echt zo van, hè? Ik kan die gekke slash niet meer. Ik kan die stab kan ik niet meer. Bleek dus dat ik een veel te zwaar wapen had waar ik of niet klaar voor was of iets anders. Dus daar ging het niet zo lekker mee. Neem niet weg dat het vechten heel nice was. Zeker, het super cinematisch. Super cinematisch. Moet dus ook meteen bij gezegd worden, camera bestuur jezelf. Je lokt niet. Het enige wat je doet is je rechterstick besturen om de camera te besturen. Dat kan ook betekenen dat hij soms ineens best wel ver uitzoomt. Yep. Krijg je wel weer dat cinematische door. Hij focust wel automatisch op de boss. Als er minions zijn, dan heeft hij de neiging om de boss en jou in beeld te brengen. En de minions lopen op de achterkant. Waardoor je, als je die wil aanpakken, moet je weer heel erg moeite doen om die... Volgens mij doet hij dat wanneer je shield ophoudt. Want je moet best wel verdedigend spelen op een gegeven moment. Want je hebt ook een parry en dergelijke. Zodra je je shield voorhoudt, staat hij zo met zijn zwaard, dan lijkt hij iets meer op de boss te mikken. Ja. Performance technisch, dit was dusdanig afgebakend. Ja. Dat ik me, dat dit qua performance niet direct een goede graadmeter hoeft te zijn van hoe het uiteindelijk in de open wereld gaat zijn. Helemaal niet als je het vergelijkt met de trailers die we tot nu toe gezien hebben. Zeker. En waar de performance echt best wel beetje jumpy was. Ja, dat was natuurlijk wel echt early footage en daarom was ik ook zeer verbaasd toen we het hier aan het spelen waren. Want eigenlijk, performance was hier prima. Hier was prima. Het waren inderdaad, wat je zegt, niet die open wereld stuff. Het waren afgebakende arena's eigenlijk een beetje. De scènes die erin zaten zagen er prachtig uit. Zeker, we speelden het in 4K. Maar het voelde ook best wel polished. Ja. Als dit qua op release zo zou zijn, dan valt er eigenlijk weinig te klagen. Dus is het dan gek genoeg ook dat wat wij nu gespeeld hebben nog steeds heel stiekem too good to be true? Ik weet het niet, man. Want ik zei ook van, wanneer komt deze uit? Want het voelt bijna af. Ja. En hij zegt, er is nog geen release datum.
We hebben nog geen vaste release datum in hoofd. Ja. We kijken het aan, maar zoals ik het ook zelf zie, ik denk wel dat we richting het einde gaan aan het naderen zijn. Ja, 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 ja. Ja, voor mij is het al met al dat waar ik op gehoopt had. Het was voor mij echt zo van, oké, laat het alsjeblieft goed zijn, laat het alsjeblieft goed zijn. En ik heb echt vol zitten genieten daar. Same. Van de verschillende moves die je hebt, van de, inderdaad ook dat cinematische met die gevechten. De trailers lieten ook heel veel zien met thunder en vuur en weet ik veel wat allemaal. Dat hebben we niet echt gezien, dit was gewoon vrij... Ja. Ik heb de White Horn ook nog verslagen qua beest. Dat was in de bergen. Sneeuwstorm, ijspegels True, ja. naar beneden. Dat was wel echt insane. Soms een beetje overweldigend ook. En volgens mij heb ik elke boss die ik heb verslagen, had 3 fucking fases. Ja, 3 fases, allemaal. Een blauw balkje, een groen balkje en daarna een rode balkje. En dan was het eindelijk klaar. Ja, we hebben dus nog geen idee wanneer die uitkomt, maar ik kan in ieder geval niet wachten. Helemaal niet naar deze speelsessie. En ondanks dat het een hele toffe ervaring was, het was eigenlijk gewoon een bosses en battle showcase. Gewoon een proefje, een volproefje. Want we hebben nog niks gezien van de open wereld gameplay. Ben jij dan ook super hype, maar nog steeds slag om de arm? Ik hou nog steeds slag om de arm, ja. Want dat zijn ook wel de dingen. Kijk, de boss battles die zijn super vet. Daar heb ik nu alle vertrouwen in. Dat gaat vet worden. Ja. Maar hoe gaat de reis daar naartoe zijn? Ik heb nog geen idee. Wat zijn de RPG-elementen die we kunnen verwachten? Wat zijn de personages die je tegenkomt? Geen idee. Ja. Want weet je, we hebben wel wat minuutjes gezien. Het ziet er super uitgebreid uit. Maar daar hebben we nog niks van meegekregen of is ons niks over verteld. Ja, nou ja, we gaan het dus allemaal zien. Wanneer het uitkomt, en dat weten we nog niet.